dan gaan wij nu de overeenkomst ondertekenen. Het is hartstikke fijn dat wij straks alle kinderen van de Oostraat kunnen uitnodigen om mee te doen aan dit project. En ja, wij hopen natuurlijk, wij gaan er gewoon vanuit dat er straks een prachtige Wall of Hope staat. Helemaal groots, 10, 15 meter lang, met de hoop van alle kinderen van de Oostraat in een klein driehoekje. Kok, namens H19 zijn wij ontzettend trots en blij dat we hier aan mee mogen werken. En we hopen op een hele mooie opkomst straks. Dankjewel. En heel veel hoop. En heel veel hoop. Wij hopen dus van alles. Wij gaan hier in september en oktober een grote kunstmanifestatie organiseren. De tweede Biennale Kunst in de Heilige Driehoek. En wij willen heel graag daar de jeugd van Oostraat bij betrekken. Want ja, kunst en cultuur is geweldig belangrijk in het mensenleven. En wij vinden het van het grootste belang dat ook de jeugd van Oostraat kennis maakt en de gelegenheid krijgt om zijn creativiteit te tonen in en tijdens die biennale. Vandaar dat we H19 verzocht hebben om een programma samen te stellen, een educatief project te maken, waarin alle kinderen van Oosterhout uitgenodigd worden om mee te doen. En ook de gelegenheid krijgen om mee te doen door zelf iets creatiefs te maken, wat wij tijdens die biennale ook in de tentoonstellingsruimte zullen laten zien. Het educatief project is bedoeld voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Met de bedoeling natuurlijk om iedereen bij deze toch grootste expositie hier in Oosterhout, ongekend voor Oosterhouts begrippen, in ieder geval ongekend groot, om die te betrekken bij deze bijzondere expositie. En daarvoor hebben we dus een educatief traject ontwikkeld, of heb ik een educatief traject ontwikkeld, om de kinderen bewust te maken van wat de Heilige Driehoek eigenlijk is voor Oosterhout en voor ver daarbuiten. Maar vooral ook om hun eigen creativiteit aan het woord te laten. De kinderen gaan aan de slag met deze vorm. En die bestaat uit 4 gelijkzijdige driehoeken. En dit noem je in een moeilijk woord een tetraeder. Of een viervlak wordt het ook wel genoemd. En de kinderen gaan dit viervlak gaan ze beschilderen met allerlei verschillende opdrachten. Die zullen later wel duidelijk worden. Maar nog veel belangrijker, ze krijgen dat als een soort bouwpakket. En dan kun je er dus ook iets in doen. En eigenlijk hun boodschap van hoop, want het thema dit jaar van de expositie is hoop, die gaan zij dus in de tetraeder verstoppen. Als een soort van fortune cookie, zou ik maar zeggen. Dus er zit dus die boodschap van hoop, die zit in de tetraeder. En al die tetraeders, die komen hier allemaal naar de Heilige Driehoek. En die worden allemaal naast elkaar geplakt. En het wordt één grote Wall of Hope. En daar zitten dus die boodschappen van die kinderen zitten daar dus in verstopt. En het grappige is, na de expositie, dan zorgen wij ervoor dat al die driehoeken, tetraeders, weer verspreid worden over alle scholen. En iedereen krijgt dus een andere boodschap van een ander kindje. En die kan hij dus net als een fortune cookie openen en kijken wat voor boodschap van hoop van een ander kindje erin zit. En voor het voortgezet onderwijs wordt het voor de bovenbouw in ieder geval een heuse art talent contest. En dat is ook weer met de tetraeder. Alleen die wordt dan van plexiglas en die wordt ongeveer 50 centimeter groot. En je mag een voorstel doen voor een kunstwerk wat je gaat ontwerpen voor in die tetraeder. En in van plexiglas, dus daar kun je dus inkijken. En dat is dus ook een boodschap van hoop die in die tetraeder verstopt zit. Alleen kun je hem nu dus zien. En je gaat je idee pitchen en dan kun je dus een werkbeurs winnen. Dat je zowel begeleiding krijgt als expositieruimte krijgt hier op het terrein zelf. Dus daar komen duizenden mensen naar kijken, ook naar jouw werk op dat moment. En coaching ook vanuit H19, van docenten van H19, om je ontwerp zo goed mogelijk te maken eigenlijk. Dus dat is voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Nou ja, kijk, de puber is altijd een moeilijke groep natuurlijk. Vooral om die met kunsten in aanraking te laten komen. En dat is ook inderdaad wel een uitdaging. Maar eigenlijk heb ik het zo aangepakt dat ik dacht van, ik moet ze ook iets kunnen bieden. Dus juist een talent contest, ja, à la The Voice of Holland, hè, wat ook redelijk populair is.
Je kunt daarmee daadwerkelijk ook iets voor jezelf bereiken. Er zijn wel genoeg jongeren die naar de kunstacademie willen, die iets voor hun portfolio willen om aangenomen worden op een kunstacademie. Dan is dit bij uitstek de gelegenheid om met een ontzettend tof ontwerp te komen. Je krijgt geld om je ontwerp te realiseren. Je krijgt een expositieruimte. Je krijgt exposure naar buiten toe. Ja, dat staat toch allemaal ontzettend goed voor je cv. Dus we willen eigenlijk juist de jongeren, voor de bovenbouw in ieder geval, de jongeren met talent proberen om die naar boven te krijgen. En dat die zich aangesproken voelen hierdoor en denken van, hé, dit is wel een toffe gelegenheid om mezelf te laten zien.